Goedemiddag. Goedemiddag. Wil? Die komt je weer niet terecht. Waarom? Zoem maar. Wat denkt ze zelf? Oh, de motor die de koop steekt. De wat? De koop steekt. De halve motor. Of nee, weet niet. Steekt het de koop? Nee, grapje. Oh. Nee. Nee, ik heb geen flauw idee. Want hij staat er al langer, de motor. Dat Grud al een plan doet, een boom, ja, een stroek. Wordt er eerder stond dan een motor. Ik hoor. Ja. Nog een paar jaar en de zuurste motor niet meer. Ja, ja. Waar heeft hij er neergezet? Wiel, mijn mens. Waar is Wiel? Dat is niet dus. Oh. Nee. Dat is ergens het wiel opnemen. Dat is ergens, nou, de wet ondertussen dat uitgevangen is, het wiel. Ah, ja. Kijk. Ja. Dus hij is nou met het geroete garen bezig? Nou, hij is nou ergens bezig voor een familieklusje. Een familieklusje, ja, ja. Kijk. Nou, Wil. Hoe is mijn naam? Och ja, ja. Oké. Okay. Hé, hey, maar vertel. Wat duist ik zo in het dagelijks leven? Ook iets met motors? Nee, ja, achterop zitten. Oh. Nee, wat doe ik in het dagelijks leven? Ik doe veel vrijwilligerswerk. Vertel. Doc 6 theater vanavond, dus gastvrouw. Ik werk bij de vrouwengevangenis als vrijgezel. Als vrijgezel, ook als vrijwilliger, moet ik zeggen. Ook een paar keer in de maand, Pichtor aanwezig. En dan heb ik nog de Groenling. Dat is een vuurhoekje. Nee, de Groenling, daar zitten heel mensen met somatiekproblemen. Oh! Ja. Dus daar heb ik ook met de hoed een enkele keer, als dat allemaal nuttig is. Ja. En dan doe ik nog beelden maken. Onder andere. Die pinguïns? Ja. Och, wat leuk. En ook dat... Ook dat en nog 18 binnen. Mogen we iets zien van die beelden? Ja? Komt er maar in. Terwijl we dan binnenkomen en netjes de schoen vegen. Ja. Oh, Wil, wat een mooie foto's. Dochter of zoon? Dochter. Prachtig. Ja. Ja. ...18 beelden, zei ze. Ja, dat kan best. Zover kan ik niet tellen. Doorstijd rijden, de Boeddha achter. Dus een van de eerste. Ja. En de boeven, dus steeds. Och, de vogel. En wie is de geestelijke, die door de monnik? Die hebben wij ontmoet dat was dood, in Kosemoei. En daar zit een hele geschiedenis aan vast. Die zit al 90 jaar in een glazen kastje. Nog als opgezatte levende, ja, de soer gemummificeerd. En daar is toch het beeldje van. In Thailand? In Thailand, in Kosemoei. Ja. Dat is een monnik? Dat is een monnik en die is gestorven. En die zit al 90 jaar, inmiddels al 95 jaar, in een glazen kast. Inmiddels zit er dan wel een zonnebril op, want je ziet is natuurlijk wel niet meer wie het moet zien. En die man hebben ze gemummificeerd? Ja. En dan kunnen ze daar eens bekijken. En maar, daar hebben ze dat beeldje van gemaakt. Het is helemaal met de hand gemaakt. Ja. Maar ze hebben hem pas nog zien en doen het in dat glazen kastje gezet. Ja, alstublieft. Ja, nee. Ja, het kan ook goed geloofsuvertuiging, een soort van zelfkastijding. Je zit in die houding ook in dat kastje. Ja. Oh. Ja. Maar die man die moet dan toch wel heel belangrijk zijn geweest, ja. Willen ze die op die manier... Ja, dat was ook een boeddhist. En zijn dochter was... ja, aanhanger van het boeddhisme. Waas? Ja. Niet meer? Het is er niet meer. Dus dochter. Wat? Ja. Is dat de dochter van de foto? Dat is de dochter van de foto. Dat is met haar man. Op de trouwdag. Ja. Maar die dochter is er niet meer? Nee, die is gestorven. Ja, en daar is nog een foto van haar. Wat zei ze mij dan nou? Ja. En dat is de urn... die ik gemaakt heb. Evelien? Evelien. Ja, Evelien is 6,5 jaar dood, ja. Hé, staat het? Evelien? Ja. Van 83 en... In 2016. Ja. Wat is er gebeurd, Wil? Dus Evelien heeft 4 jaar kanker gehad en toen is ze gestorven uiteindelijk, ja. Goh, maar... Ja. Dus een microfoon heb ik wel eens dukken gezien, maar ze is ook metgenomen over mijn lijk. Ah, dat heb ik niet gezien, maar nu ze het is. Ja. Wie kwam ze dan in dat programma terecht? Nou, er worden mensen gevraagd en Evelien heeft toen gezegd van, toen ik te huren kreeg dat ik kanker had, toen heb ik dat programma bekeken. In een week tijd of 2 weken tijd heeft ze alle series bekeken. En toen dacht ze, ik heb zoveel respect voor die mensen, die heb ik het uit te dragen. En ik weet niet wie het traject gaat lopen, maar ik heb ook geen uit te dragen. Dus wat gisteren geweest is, kan ze niet veranderen. Wat komt, dat weet ze ook niet. Maar leef nu. Maak er wat van, pluk de dag. En... Zet de muziek even gans zacht, Wil, want dat contrast is nogal groot. Het ook Evelien de uitzending over zichzelf nog gezien? Ja, die laatste hitse. Dat was niet de bedoeling, want ze zou nog een jaar te leven hebben. En toen heeft ze uiteindelijk 2 jaar 9 maanden geleefd. Bijna het 3-voudige. Ja. Kwam dat door haar wilskracht ook? Ja. Haar levensvreugde? Haar levensvreugde, haar levenswijze, haar positiviteit. Ja. Daar ben ik heel zeker, dat moet wel. Want die kracht wat ze in zich heeft, dat teren we nou nog op. Maar dat heeft ze dus, ik kan wel zeggen, aan duizenden mensen metgegeven. Ik kreeg nou nog berichten van mensen die mijn tatoeage zien, die zeggen, besticht de moeder van, want die is toen al een keer in beeld geweest. En die begon ze het verhaal te vertellen over Evelien, alsof het gisteren gebeurd was. Maar toen ziet ze, ik had een zoon toenertijd van 10 maanden en hij had kanker. Maar ik was 10 maanden oud en... nou ziet ze, en ik heb dat programma van Evelien bekeken en ik heb al die energie en die kracht heb ik eruit gehaald. En toen begon ze me te vertellen over haar dochter. Ik denk van, het was toen 4,5 jaar geleden toen ze me dat vertelde, maar het was alsof het gisteren gebeurd was. Ze zei, maar ik heb de energie gekregen van Evelien. En dat vond ik zo geweldig, dat vond ik zoiets moois. Dat ik denk van, ja, meidje, hierboven. Dat is precies wat ze boeit. Ja. Met... dat programma? Ja, dat wozen, ja. Goh, kreeg daar zelf ook een beetje moeilijk mee. Ja. Het is dat ik het zo vaak vertel, en nog altijd, ze zit altijd heen, Ik heb 5 jaar ook in een gaat geleefd, achteraf denk ik. Daar was ze heel bang voor, want ze heeft ook eens een keer 6 pagina's met een vriendin in de psychologie geschreven. Ik ben bang dat mijn mama in een diep gat valt en dat het huwelijk het niet gaat redden. Mama en pap mocht dat erin schrijven. Als dat dien idee is, we hebben geen garantie. We kunnen geen garantie geven. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik heb de opdracht van haar gekregen, ga ik leven en lachen als ik er niet meer ben. Maar goed, dat was haar opdracht, maar ik heet Wil en niet Evelien. Dus ik heb dat geprobeerd, maar ik ben toch in het gaan terechtgekomen. Maar we zien, geven ook nog 46 jaar bij een, dus is het vandaag niet Toes, maar ik wil niet zeggen dat de vlucht is. Nee. En dat je ziet nog steeds hecht? We zien nog steeds hecht. Ik denk hechter als wat men ik stil ook maar kan zien door alles wat we samen beleefd en metgemaakt hebben. En ze is nog overal, hè? Ja, ze is overal. Ze is in ieder vertrek en dat is niet alleen heen, maar dat is bij onze zoon. En dat is bij Erik Toes ook, die inmiddels opnieuw getrouwd samen woont. En 2 kleine kindjes hebben ze samen. En het oudste is vernoemd naar ons Evelien, tweede naam. En we zien dus ook echt officieel oma en opa van die kleintjes. Dus we hebben een hele goede band met hun. Dus ja, dat is hier achter deze deur. Wil, dapper dat ze ons dit heeft verteld. En nou ja, ik denk dat, dat ook uit, uit deze uitzending heel veel mensen inspiratie kunnen halen. Want ik vertel ze het verhaal van Evelien door. Ja, ja, ja. Dat is, dat zou ik eigenlijk iedereen wel met willen geven. Ja, ik doe het er niet altijd aan met huur, maar ik probeer het wel. En nou ben ik gewoon ontzettend blij dat ik nou nog 5 jaar... Ja, ik heb me niet verveeld, maar nou denk ik dat vrijwilligerswerk... ik heb ook 10 jaar lang Nederlandse taalles gegeven en statushouders vond ik ook geweldig. Maar ja, ik ben begonnen met die beelden maken. En werk ik maar 7 dagen, ik gewoon lekker fietsen, nacht op de motor en lekker op vakantie en weg. Dus we genieten ervan. En dat is me gelukt, gelukkig, na zoveel jaren. Dat ik denk van, ik ben wel nu voor iemand. En dat geeft me, of nou de gevangenis uitloop of de Groenling. Ik weet dat ik het gedaan heb, voor zelf ook plezier. Snap ze? Dankjewel.